Gisteravond hebben we met de Power Sellers Premium leden, met een groep van de Power Sellers Premium leden, zijn we gisteravond hier in Groningen lekker aan het eten geweest. We zijn eerst naar een café De Oude Brandweer geweest, we eten café De Oude Brandweer, hebben we lekker met z'n allen gegeten. En daarna zijn we Chaplin's Pub, onze vaste kroeg in feite, zijn we met z'n allen wat biertjes lopen drinken, dat was hartstikke gezellig. Was iets wat we hebben gedaan vanuit het forum, dus de mensen die actief waren op het forum of zijn op het forum, die zijn gewoon uitgenodigd om lekker in Groningen langs te komen. En wat me opviel gisteravond weer, en wat me ook opvalt tijdens mijn andere seminars, is de mensen die het meeste naar die seminars toe gaan en het meeste naar die netwerkbijeenkomsten toe gaan en eigenlijk elke kans grijpen die ze maar hebben om zich te omringen met succesvolle mensen en leuke, inspirerende en gelijkgestemde mensen. Die mensen die gaan ook het snelste en die komen ook het verste. En die komen ook van het verste, zeg maar. Als ik kijk naar gisteren, Mike die kwam helemaal uit Venlo. Pepijn en Sander en Fabienne die kwamen helemaal uit Zutphen en Bert die kwam uit Frieseveen en zo waren er nog een aantal anderen die echt van ver moesten komen. En die rijden helemaal naar Groningen toe om gewoon even een hapje te eten en s'avonds even wat biertje te drinken of een colaatje te drinken, wat dan ook. En overal zijn zij. Ik zie hem bij elk seminar, bij elk evenement, bij alle netwerkbijeenkomsten. Als ik ergens ben of als ik ergens een seminar geef, ze zijn daar. En hoe meer zij zich omringen met die goede en succesvolle en gelijkstaande mensen, des te lekkerder ze in hun vel zitten, des te meer inspiratie ze krijgen. En des te meer ze ook gedaan krijgen. Want ja, zij voelen ook wel van elke keer als ze weer bij diezelfde groep komen, dan voelen ze ook van, oké, wat heb ik gedaan ten opzichte van de vorige keer? Dus ja, doordat zij aan anderen vertellen wat ze gaan doen en waar ze mee bezig zijn, voelen ze ook wel enigszins die druk van, oké, volgende keer als ik weer naar een evenement ga, moet ik weer dit en dit afgemaakt hebben, want anders zullen ze hem ook raar aan gaan kijken, bij wijze van. Dat is wel, ja, ik merk van bij zulke mensen, bij mezelf ook hoor, maar ik merk bij zulke mensen hoe vaak ze naar die evenementen gaan, hoe sneller ze groeien en des te meer gasten gaan geven. Want ik zeg bij mezelf dat als ik naar een seminar ga in het buitenland bijvoorbeeld, dan heb ik inspiratie voor een maand. Als ik een weekend of 3 of 4 dagen naar een seminar ga, dan kan ik daarna kan ik gewoon weer echt aan de gang gaan, heb ik die inspiratie weer en dan kan ik er gewoon weer lekker voor gaan. Dus dat valt me op als ik soort mensen je ziet ze, we hebben echt een vaste kern, het is bijna een vriendengroep aan het worden in die Power Sellers Premium Community. Mensen die constant weer komen, ja, dat worden bijna vrienden. Ik zie ze zelf ook bijna als vrienden, zij zien mij ook als een vriend. Het is gewoon echt iets wat ik aanraad om te doen. Het hoeft niet per se naar mijn evenementen, maar ga zoveel mogelijk naar evenementen, naar seminars, naar workshops, naar netwerkbijeenkomsten. Maar omring je met de juiste mensen. Hoe meer jij je omringt met de juiste mensen die gelijkgestemd zijn, ook voor hetzelfde gaan en ook ondernemend zijn en motiverend en leuk en gezellig, ja, des te sneller je gaat groeien en des te meer gas je kunt geven. Dus dat is echt mijn advies aan jou. Probeer zoveel mogelijk om te gaan met gelijkgestemde mensen. En nogmaals, hoeft niet bij mij te zijn. Het kan ook weer iets of iemand anders zijn, maakt niet uit. Maar doe dat en je zult gewoon zien dat je daar veel meer inspiratie krijgt en veel sneller gaat groeien. Dus dat is mijn tip voor vandaag. Ik ben nog een klein beetje moe van gisteravond, het is veel te laat geworden, maar wel hartstikke gezellig. Ik heb nu ook mede dankzij gisteravond weer die inspiratie om vandaag er tegenaan te gaan. Dus dat was de tip voor vandaag. Probeer zoveel mogelijk om te gaan met gelijkgestemde mensen. Dankjewel.